Wij gingen naar Australië en wij moesten een plek uitzoeken waar wij met oud en nieuw zouden zijn. En dat was ze hadden een zwembad, het was een waanzinnig mooi huis. Ik was vergeten om te kijken naar recensies. Dus wij kwamen daar aan. Toen bleek dat huis, zei dat een van de eerste keren dingen. En echt puur alleen voor het geld. Dus die dacht gewoon, we hadden gewoon heel veel geld aan en willen verder helemaal niks. Dus daar was helemaal niks. Dus er was nog geen peper, geen zout. Oh. Er was geen paprika poeder. Er was gewoon... Erg. Maar dat hebben ze ook niet. Dat kennen ze dan niet. En toen zag ik op de site dat je het kon annuleren, dat je kon zeggen van ik ga eerder weg. Ja. Dus dat je de vertrekdatum een andere dag doet en zo. Toen zei ze, nee, dat kan niet en kon niet en zo. En toen zag ik dat er een knop was, die kon ik indrukken van de Airbnb. Een soort nucleaire knop. Maar dan moest er binnen 10 minuten uit zijn. Wow. Dus dan moest je nog... Dan hoefde het trouwens niet uit die auto's. Nee, ik vind het heel iets uit de jaren 50 over de Koude Oorlog. Ja, wat dan ontplofte zo'n kast. Nee, je hoefde zich niet binnen 10 minuten weg. Maar die ouders hadden ons erin gelaten van die mensen van dat huis. Ja. En die zeiden, als er iets is, kan je ons bellen. Wij zijn over 10 minuten, binnen 10 minuten zijn we dan hier, want we wonen vlakbij. Oeh. Dus wij wisten, als we op die knop drukken, dan krijgen die ouders een bel. Alarm krijgen die ouders. Ja. En staan ze daar een lamp branden. Daar hadden wij natuurlijk geen zin in. En waarom ik niet heb gezegd, kom, we gaan alles inpakken. Dan druk ik op die knop. Nee, ik drukte op die knop en ik zei, nou moeten we weg. Dus moest je in 10 minuten... Het was alsof, hallo, echt zo van, hup, met z'n allen. Dus alles, want je bent altijd bang dat je dingen vergeet. Alles in de auto, heel snel, echt zo. Nou, het was echt een beetje D-Day. Het was echt een beetje oorlog. We moeten nu weg. Het was echt Independence Day. Dus toen reden we weg. En toen ondertussen ging mijn telefoon naar ping, ping, ping. Dit kan je niet maken, zij allemaal. Oh, jullie kunnen daar niet weg. Zo, ik denk daar nergens meer op reageren. Want die nacht had ik al nog moeten betalen, zeg maar. Maar zij waren zo alleen maar daarop uit. Wat een nare gemeen. Maar toen zijn we weg kunnen komen. Ik vind dus mijn eigen kind verschonen helemaal niet erg. Ik kan ook gewoon in mijn gezicht poepen en zo. Oh, maar prima. Leuk. Dat is ook vaak gebeurd. Dus heb ik ook filmpjes van. Maar als een ander kind ze poep... Nee, daar sla ik niet op aan. Nee, maar ook eigenlijk gewoon überhaupt niet. Dus wat ik dan wel eens deed... Het is een beetje een bekentenis. Maar dan rook ik dat natuurlijk van heel grote afstand. Ja. En dan dacht ik van, nou, die moeder die komt over een half uurtje halen. Nog niet, zou ik ook doen. En dan dacht ik, laat nog even vollopen. doorlopen en vollopen. En dan kwam zo'n moeder en dan zei... En dan speelde ik, vond ik heel natuurlijk van... Hey, ik ruik wat. Hey, hij heeft... Het loopt al langs een beentje. Mochten mensen bij mij een luieruitslag hebben opgelopen, ja, sorry. Maar dat aspect van kleine kinderen... Je denkt, ah joh, prima, poep is poep, maar dat is niet zo. Nee, ik zat deze week, kwam ineens weer van vroeger weer een moment terug. Mijn moeder... Heel graag. Kom maar in, moeder van Mark. Roep er even op. Mijn moeder deed nooit afwas. Dacht ik, er kwam was een oude buurvrouw van ons. Die kwam 2 keer in de week. Mijn moeder liet alles staan. En dan kwam ze, Tante Wil heette die. Want die heette ze natuurlijk niet Tante Wil. Die heette gewoon Wil de Bresser. Maar wij noemden die Tante Wil. Omdat die dichtbij was en was een vrouw. Ja. Dus noemden wij die tante. Tante Wil kwam 2 keer in de week. Kwam ze de afwas doen bij ons. Omdat mijn moeder de afwas niet Zij deed. Was gewoon eigenlijk jullie afwasmachine. Zij was onze afwasmachine. Mobiele afwasmachine was zij. Zij woonde vroeger niet naast ons. Maar het huis daarnaast waar ik geboren ben. En daar woonde tante Wil en oma Harry. Die waren een man en een vrouw. En tante Annie, dat was de zus van tante Wil. Die woonde daarin. Oké, die woonde bij Wil en Harry. Ongetrouwde zus, ja. Nooit een relatie gehad en zo. Oh ja, die mensen moesten dan altijd bij iemand gaan wonen. Ja, alles was nog spiksplinternieuw. Alsof ze gewoon net, weet je, zo goed als nieuw op Marktplaats stond zijn. Ongebruikt. Geen gebruikssporen. Nee, geen enkele gebruikssporen. Leeft ze nog? Kunnen we haar hiermee deren? Nee, ze dood is een pier. Ongebruikt. Ze is ongebruikt gestorven. Die arme vrouw. Tante Annie. Oh. Maar wat zo leuk. Nou, niet zo leuk als bij mij. Ik wel heel erg om moest lachen. Toen werd ze 75. 75. Ze voelde nog als 18. Zo goed als nieuw. Dan was zij nieuw ook niet zo heel goed, hoor. Maar goed, ze was zo goed als nieuw.
En toen werd ze 75 en dan vierde ze met een mis in een kapel. Of in een kerk gewoon. En in de katholieke kerk, weet je of jij dat zegt, maar als je een bruidje bent, dan ga je naar Maria-altaar en dan ga je een kaars aansteken voor de vruchtbaarheid. Oh. Had zij nooit gehad. En zij wou naar Maria-altaar met de kaars. Maar ja, kijk, Marie, je zag Marie ook kijken van, ja, ik kan wel. Kan hier niks ik kan meer, wel wonderen, maar dit is te gek. Hier kan ik echt niks meer van maken. Dus ze ging daar voor vruchtbaarheid op de 75 met de kaars naartoe, ja. Maar niemand hield haar tegen. Nee, want dat wou ze zo graag, want dat had ze altijd heel haar leven al zo graag gewild. Dit vind ik zo heartbreaking. Ja. En dan hebben de koningin en prins Charles hebben met z'n tweeën ook een boom geplant. Maar die staan er op de foto bij dat je denkt, ja, maar... Ja, dat is nou natuurlijk... Omdat de podcast is natuurlijk niet... Maar zij staan een beetje als een oude moeder met haar ongetrouwde zoon, zeg maar. Die een beetje hoarders zijn geworden. Dus die hebben een beetje... Zij staat als een soort knallenvrouwtje bij. Ja, het grappige is, zij heeft een soort cape-achtig lode jas. Waardoor lijkt het alsof ze geen armen heeft. En dan heeft ze... Ze lijkt eigenlijk heel erg op een oud-Oekraïns vrouwtje. Ze heeft zo'n witte hoofddoek met bloemen. Nou, ze lijkt ook een beetje agressief of zo. Alsof ze elk moment kan zeggen, en wat doen jullie hier? Gevaarlijk. En alsof er ook een geweer onder die lode jas zit. Ik ook zo goed van Stephen Hawkins. God hebben ze ziel, hij is dood, toch? Hij is dood, ja. Op het laatst had hij zo'n stem van een computer... Oh ja. En ik zat een keer, was ik op tournee, zaten we in zo'n restaurant. Er was verder helemaal niemand. Wij waren de enige tafel. Toen kwamen er vier andere mensen binnen aan de tafel. En dat een van die mensen had zo'n... Ja, zo'n computerstem. Maar er stond geen muziek aan. Dus wij hoorden... Oei, afleidend. En hij stond iets te hard bij die manier. Dus wij hoorden dat... En daar komt hij. En dan wilden wij wel door blijven praten. Want je wil natuurlijk niet dat hij denkt... Maar je valt toch stil. Dus je denkt, ook nog een garnalencocktail. Dan zou je dat nou wel doen. Dus, maar goed, hij had dus ook zo'n computerstem tijdens de lockdown, zeg maar. Word je niet zo met elkaar geconfronteerd. Nee. En dan zit je weer in een vliegtuig terug. En dan denk je weer, hebben mensen geen hersens? Of wat is er gebeurd? Ja, dat is het. Nou, dat is het. Ja. Dus en dat was je vergeten. Nou, dat was ik vergeten. Bijvoorbeeld op de weg terug zaten we dan, was het vliegtuig niet vol. Wij zaten met z'n tweeën naast elkaar natuurlijk. En dan kwam er iemand naast ons zitten. Wat op zich helemaal niet nodig was. Maar aan de andere kant van het gangpad... er waren twee stoelen leeg en die derde zat iemand. Dus ik dacht, goh, dan kan die man, jongen... Om. Die kan dan op die ene... En dan zitten we allemaal fijn. Ja. Dat deed hij niet. Maar hij ging wel zijn witte jasje of zo... ging hij op die plek leggen... waar hij ergens had moeten gaan zitten. Hé, wat raar. En hij had tussendoor... Want daar zat heel toevallig Tony Neef. Dat was dat. Die wat een vlucht. Die, ja... En Jenny Arjan zat er ook nog op. Niet. Ja, en die zat, toen leefde ze aan het raam. En dan ging die jongen nog zo'n grappetje maken. Denk je, ja, een grappetje maken. Ga erbij zitten gewoon. Je kan naast Tony Neef te zitten. Ja, dus ik zei nog tegen die Jordes die heel erg aardig was. Ik zeg, is het goed als we niet nog... Bijna iedereen was ingestapt. Ik zeg, als we één naar achteren gaan... want daar was een vrije ding... dan gaan wij wel ergens anders zitten. Ja. En toen kwam er net nog een man met een moeilijke gezondheid of zo. Kwam er binnen. Die ging daar zitten. Dus ze zegt, nee, dat gaat niet. En dan had hij ook allemaal gehoord. En die ging ook nog een wijnboek... Hij ging sowieso heel erg opschepperig. Eerst ging hij zitten telefoneren nog voor de weg gingen. Een totaal overbodig telefoongesprek. Maar dat wou hij voor Tony Neef doen, denk ik. Ja, want hij kon Grieks. Dus hij ging in het Grieks. Ik spreek geen Grieks, maar ik hoorde aan het gesprek dat het een overbodig gesprek was. Dat die andere kant had ze, waarom bel je? Je spreekt nep Grieks. Ik spreek geen Grieks, maar ik voelde die irritatie. En er was ook segment van die woorden als apocalyps, zeg maar, dat je zelf een beetje kan bedenken, zeg maar. Ik voelde aan de andere kant van de telefoon die irritatie van die Griekse man of vrouw. Aan de andere kant die dacht, waarom bel je nou? Ja, met je show Grieks. Met je show Grieks. En toen ging je ophangen. Toen ging je boek pakken over wijn. Oh mijn god, die man was echt een hele act aan het doen. Die ging helemaal... Toen ging hij heel erg onhandig zijn hele grote horloge afpakken. En ik ging helemaal zo voor ons neus. Ging hij die goed draaien. Terwijl, ja, het enorme tijdverschil met... Nee, maar horloges en merken zegt mij gewoon echt helemaal niks. Dus dat had hij voor mij niet hoeven doen. Maar dan ging hij helemaal zo voor ons zitten mooie draaien. Klok. Dus ik denk, doe maar rustig. Nou ja...